Recentemente eu encontrei um filme bem legal, chamado Tudo Sobre o Nada, que traz pontos importantes e fundamentais da mensagem não dualista. Mas eu só encontrei o filme com legendas em inglês. Então eu entrei em contato com o Paul Smith, que foi quem disponibilizou o filme, e perguntei se eu podia fazer uma versão legendada em português e distribuir no meu canal. E ele disse que sim. Então, antes de tudo, eu queria deixar claro que todos os créditos vão para os criadores originais e deixar o meu muito obrigado ao Paul. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para o perfil do Paul e o site dos criadores do filme original. Espero que vocês gostem. Hallo, goedemiddag met Suzanne de Waal. Hallo. Hi. We hebben voor overmorgen de kleine zaal gereserveerd. En dan wilde ik even nagaan of jullie een draadloze microfoon hebben. Overmorgen, zegt u? Overmorgen, ja. De 23e. Waar is het voor? Een afscheidsreceptie voor onze directrice. Ja, in de agenda staat niks. Hoezo staat dat niet in de agenda? Ik heb 3 maanden geleden geboekt. Oh, wacht. Hier onderaan staat het. Ah, mooi. Het staat er dus toch in. Ja, goed. Nou wilde ik dus even checken of jullie een draadloze microfoon hebben. Ik verbind u door. Oké. Momentje. Met Arnoud. Oh, hallo. Met Suzanne de Waal. We hebben overmorgen de kleine zaal bij jullie gereserveerd. En dan wilde ik even checken of jullie een draadloze microfoon hebben. Oh, ja. Nee, dan moet je Willem even hebben. Dat is onze techneut. Momentje, hoor. Sorry, ik zie net dat hij niet werkt op woensdag. Oh, kun je me dan vragen of hij mij morgen terug wil bellen? Mm-hmm. Jullie hebben mijn gegevens. Ja, dat kan wel. Ik zal het doorgeven. Oké. Okay. Ja, dag. Dag. En, heb je alles op de rit voor vrijdag? Ja, zo goed als. Ik heb vanochtend eindelijk de bevestigende mail gehad van de cabaretier, dus dat is rond. En ik denk wel dat Erika het leuk gaat vinden. En wie is dat dan, die cabaretier? Guido Weijers heet hij. En hij is echt heel goed. Guido Weijers, nooit van gehoord. Is hij echt leuk? Ja, dat hoop ik wel, ja. Daarom heb ik hem ingehuurd. Heb je hem nog nooit gezien of gehoord? Nee, maar het boekingskantoor zei dat hij heel leuk is. En dat hij vaker dit soort klusjes doet. Dus dat hij precies weet wat hij wel en wat hij niet kan doen. Nou, ik ben benieuwd. In ieder geval een hele fijne avond. Oeh, ik had al weg moeten zijn. Ik heb straks een etentje. Oh, heb je een feestje? Nee, er komen wat vrienden langs en mijn zus komt ook. Veel plezier. Dank je, Diana. Fijne avond. Tot ziens.
Maar je date was dus leuk gisteravond met die Rob? Was dat gisteren? Ja, dat was echt... Vertel! Ja, het was heel gezellig. Ja, ze is naar uit eten geweest en toen bij mij thuis. Ja, gewoon op de bank, weet je, kletsen. Maar er hing zo'n intiem sfeertje. Oh, wacht even. Oh, ik heb een foto. Oh, echt? Oh, van het diner. Kijk. Oh? Ja. Oh, romantisch. Yes. Ja. Gezond? Ja. Ja. Echt? Ja, toen hij wegging. Ja. Ging je heen? Ja, nou ja, ja. Ja, ik vroeg dus wel of hij wilde blijven slapen. Ja. Maar hij zei dus, ja, dat lijkt me niet verstandig. Hoezo niet verstandig? Markeert hij iets? Ja, je zou bijna denken, ja, ik vond het ook een hele nieuwe ervaring dat een man niet meteen met me naar bed wil. Ja. Nou, we zijn niet allemaal zoals John. Hoppa! Is hij homo of zo? Nou, volgens mij is Rob wel een hele nette man. Ken jij hem? Ja, hij heeft een jaar bij mij op school gezeten. Oh. Volgens mij had hij een oogje op mij. Nou, als hij op je zus valt, dan valt hij ook op jou. Toch, dan ben je zijn type. Maar nu, gaat het wat doen? Ja, dat weet ik dus niet. Heeft hij ge-sms'd? Oh ja, hier, wacht. Ik heb een WhatsApp gekregen. Hé, hey, fijne vrouw. Oh. Ja, fijn. Fijn. Ja, fijn. Ja. Dat is lief. Ja? Ja. Ja, het is niet mooi, lekker. Fijn. Ik vind het heel lief. Ja? Fijn. Ja? Oh. En heb je nog lekker geslapen? Ik vond het een bijzondere avond met je gisteren. Ik heb nog 2 kaartjes voor... Oh, bluf. Voor 22 juni. Vind je het leuk om mee te gaan? Kus. Nou, hij vond het bijzonder en hij wil met je uit. Ja, maar over een maand. Nou, dan zal hij wel niet verliefd zijn. Ja, dat is ook niet echt aardig, hè? Nou, als je verliefd bent, dan wil je iemand toch gelijk zien. Ja, John die was de eerste 2 weken niet bij mij weg te slaan. Maar ja, wij woonden ongeveer praktisch samen binnen 2 weken. Ja, wat zo'n stofje in je hoofd al die kan veroorzaken. Nou, volgens mij niet alleen een stofje in je hoofd. Ja, oké. Okay. Maar hij wil in ieder geval wel met je uit. Precies. Ja, misschien vindt hij mij gewoon niet aantrekkelijk. Hoezo niet aantrekkelijk? Je bent een hartstikke mooie vrouw. Ja, dat is natuurlijk ook wel voor jou, hè? Dus dat is het niet. Nee, volgens mij zijn mannen gewoon niet zo scheutig met hun gevoelens. En als een man zegt dat het bijzonder is, dan is het heel wat. Is het heel wat. Ja. Tom. 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 Hoe denkt een man? Ja. Nou, ik denk dat als het zo moet zijn dat jullie bij elkaar horen, dan gebeurt dat. En als het niet zo moet zijn, dan gebeurt het niet. Tom, daar hebben we dus helemaal niks aan. Lot, je moet gewoon vertrouwen hebben en ervoor gaan. Hè? Positief denken. Ik bedoel, stel je gewoon open. En al jouw gedachten bepalen ook de uitkomst hiervan. Hè? Nee, echt. Ik heb daar een boek over gelezen. Ja. Het is echt super interessant. Alles wat je denkt, hè, dat gaat de kosmos in. En dat komt op die manier ook bij je terug. Je moet gewoon relaxen. Dat komt echt goed. Ja, ik pik ook veel te veel. Dat weet ik ook wel. Nou, dat zit ook wel een beetje in de familie. Zal ik dit maar doen? Ja. Ja. Oh ja. Doei doei. Hé, hey, waarom stuur je hem niet gewoon een berichtje? Ja? Ja. En dan vraag je of hij met je uit wil of zo. Ach, nee, man, dan vindt hij mij veel te poeserig. Dan ga ik toch niet. Ja, nou, maar dan weet je het toch? Ja. Waarom stuur je niet gewoon een berichtje en dan vraag je, wil je iets leuks doen met mij van het weekend? Wij gaan morgen naar de film, hè, Tom? Toch? Ja. 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 Ik zou het doen. Ja? Ja, ja, gewoon doen. Ja. Ja. Oké. Okay. Oké. Okay. Wil je vanavond wel met me naar bed? Nee! Jij bent echt een vent gewoon. Jawel, jawel, jawel. Doen. Ja, doen. Ja, 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 wel. Ja, ja. Volgens mij wil jij gewoon naar mijn bed. Sorry. Nee. Nou ja, met z'n tweeën. Ze wil zo graag een man. Misschien denkt ze wel, als ik hem helemaal heb, nou, dan ben ik gelukkig. Ja, en de kans is groot als je 2 jaar wacht, dan denkt ze, als ik nou van hem af ben, dan word ik pas gelukkig, ja. Maar goed, ze kan er niks aan doen dat ze verliefd is. Nee, dat soort gevoelens komen gewoon op en gaan ook vanzelf weer weg. Gaat allemaal vanzelf. Want gevoelens kunnen we niet sturen. Ik denk als we dat zouden kunnen, dan zouden we niet meer depressief zijn, niet meer jaloers of boos. Misschien wel een hele planeet vol intens gelukkige mensen. Ja. Sorry, zijn jullie klaar? We hebben namelijk de wijn nodig. Dank je. Nou, waar is de wijn? Hier Tom, ik heb hem als je... Oeh, lief. Nee, voor mij geen alcohol. Helemaal niet meer. Een beetje op mijn lijn letten, op mijn buik. En nu wat anders? Colaatje? En wil je dan een overdosis suiker of een overdosis aspartaam?
Doe maar gewoon. Wat doen we? Gaan we eten of drinken we er eerst nog één? Ja, nee, gewoon toch nog één. Ben je nog op zoek naar een andere baan? Ja, ja, ja. Ik ben van plan een om... Een andere baan? Ja, ik heb niet meer zo naar mijn zin om mijn werk, dus ik zoek wat anders. Oh, de banen liggen volgens mij niet echt voor het oprapen, of wel? Ik bedoel, die ex van Julia, Martin, volgens mij zit hij al echt een jaar thuis. Ja, maar hij heeft het gewoon echt niet meer naar zijn zin op zijn werk. Ja, je kan toch ook niet je hele leven hetzelfde blijven doen, toch? Nee, maar met zijn salaris, dat verdien je nergens anders meer. Ja, maar is ook niet alles. Ja, ik weet het ook niet. En wat wil je dan gaan doen? Nou, ik zit daar te denken om mezelf te verhuren. Gewoon als interim manager dan. Ja. Om nu van carrière te veranderen in deze tijd. Maar goed, als je gewoon positief bent en je gelooft erin, dan lukt het heus wel. Ja, al die ondernemers die nu failliet zijn, die dachten dat ook. Weet je wat het is? Je weet wat je hebt, maar je weet niet wat je zult krijgen. Ja. Nou, je moet het zelf weten, maar ik heb je gewaarschuwd. Hey, heeft hij al terug gewhatsappt? Nee, ik kan wel zien dat hij het heeft gelezen, maar... Niks terug? Nee, maar misschien heeft hij het zo druk en dan kan hij nou niet typen. Ja, nou volgens mij had ik dat berichtje gewoon helemaal niet moeten sturen. Nou vindt hij me vast opdringerig. Ik had gewoon hard to get moeten spelen. Moet je nou een andere baan nemen of niet? Oh, ik zeg niks meer. Ja. Vind jij die wijn lekker, Aron? Dat is goede wijn, toch? Nee, niet te drinken. Wat? Ik neem wel water. Nu vind jij hem lekker, hè? En ik vind het echt vies. Maar wat zegt het over de wijn? Niks. Deze wijn is gewoon wijn. En wat wij er ook van vinden, dat kan nooit de waarheid zijn. Het geldt volgens mij voor alles. Mooi, lelijk, goed, slecht. Dat is niet de werkelijkheid, maar de manier waarop onze hersens de werkelijkheid interpreteren. Het zijn gewoon ideeën. Dus alles wat je denkt en wat je vindt, is echt alleen maar een subjectief idee. Ja, het zijn ideeën die we zo serieus nemen, dat we ze vaak ook nog op anderen gaan projecteren. John bijvoorbeeld, die wil misschien voor zichzelf beginnen. En ik vermoed dat als hij dat deelt met zijn omgeving, dat de een zegt moet je niet doen. En dat zijn vaak de mensen die zelf een beetje bang zijn en geen risico's willen nemen. En een ander zegt moet je wel doen. En dat is misschien iemand die zelf ondernemer is. Ja. Maar het zijn alleen maar verhalen die we op de werkelijkheid plakken. En ze hebben met de waarheid niets te maken. Want we weten niet wat goed is. Nee. Maar ook wat wij zeggen is maar een subjectief idee. Ja. Nou, wat jij zegt is sowieso niet waar. En wat ik zeg is... Is ook niet waar. Zullen we naar de Watch? De Watch. Ja, is goed. We gaan naar de Watch. Ja, het hoeft niet. We kunnen ook naar iets anders. Jouw kennende wil je iets anders zien. Nou, ik hou natuurlijk het meest van een actiefilm of zo. Maar laten we naar de Watch gaan. Oh, jeetje Tom, waarom zeg je niet gewoon een keer eerlijk wat je vindt? Jij wilt dat ik hardop ga zeggen wat ik allemaal denk? Nou, misschien is dat een idee, hè? Dan weet ik ook eens wat je denkt. Hardop? Nou, hebben wij weer, hoor. Staan we achter twee oude mensen. Hè? Misschien eens een beetje ophouden. Dat is pinnen. Dat is toch niet zo moeilijk? Goed, je zal hier maar werken, hè? In zo'n oninspirerende omgeving. Moet je kijken wat ze aan heeft. Dat is een soort MC Hammerbroek. Kentasjes! En zo'n radioactief printje. Lijkt wel een clowntje. Top! Oh, en zo'n heerlijke sherretje. Oh, daar zou ik wel een keer een filmpje mee willen maken. Sorry hoor. Ach ja, dat kan natuurlijk niet, want ik heb al een relatie, hè, met Suzanne. Oh, doe normaal, ja? Wat kan ik voor jullie doen? We willen graag naar de film. Oké, okay. En welke film mag het zijn? The Watch. Prima. Alsjeblieft. We hebben echt tienduizenden gedachten per dag, hè? Ik voorstel dat je die allemaal gelooft, dat je ernaar luistert en voor waarheid aanneemt, word je echt gek. Knetterig, hè? Er zitten trouwens wel ook functionele gedachten tussen. Hè? Je denkt ook wel eens, waar heb ik mijn auto geparkeerd? Hoe kook ik spaghetti? Dat soort dingen. Ja. Maar de meeste zijn toch echt piekergedachten. Uiteindelijk, zoals we het vaak zeggen, we hebben eigenlijk die twee Muppets die op dat balkon zitten, die Stedtler en Waldorf. Mm-hmm. Die zitten in ons hoofd en die leveren de hele dag door alleen maar commentaar. Klopt. Ja. En de meeste mensen geloven dat commentaar. Ja. Ik denk niet dat we kunnen voorkomen dat het commentaar in je opkomt. Maar als je alleen al zou doorzien van ik ben niet de gedachte, ik ben niet dat commentaar, geeft dat misschien al een beetje rust en ruimte. Ja. Proost. Ja, de film begint pas over een kwartier. Ik dacht echt dat hij om 9:00 zou beginnen, maar ik zou weer verkeerd gekeken hebben. Maakt het niet uit. Ja. Wachten we even. Hey, daar heb je Rob. Oh, de date van Lotte. Ja.
Met een andere vrouw. Nou, met een klootzak. Eerst het hoofd van Lotte op hol brengen en dan gaat hij met een andere vrouw naar de film. Nou, het ziet er dan niet uit. Ik vind het wel een mooie vrouw. Mooi? Ja. Vind je dat mooi? Hartstikke ordinair, maar je ziet een veel te korte rok. Ja. Lijkt wel een hoertje. Ja. Moet je eens kijken hoe gezellig ze daar zitten. Dit moet Lotte weten. We zijn sowieso niet te vertrouwen. Trouwens, Lotte verdient veel beter. Nou, hij ziet er best leuk uit, maar het is toch sowieso niet Lotte dat type. De film Alles over niets begint over... Jou kan het weer helemaal niet boeien, hè? Nou ja, ik weet niet wat het toevoegt om hier druk over te maken. Misschien zou je het eens een keer op kunnen nemen voor Lotte, bijvoorbeeld. Maar ik zie echt het probleem niet. Hij mag niet met een vrouw naar de bioscoop. Laat maar. Kut, kom samen. Hoi, Suzanne. Hoi. Dat is lang geleden. Mm. Hoe is het? Ja, goed. Ja? Ja. Dit is Veronique, mijn halfzus uit Duitsland. Hoi, Veronique. Oh, hoi. Sorry, ik moet nog heel even naar het toilet. Hoi. Hoi. Rob. Tom. Hoi. Hoi. Veronique. Hoi, Tom. Leuk. Ja. Shit. Hij heeft dus al een vriendin. Daarom wilde hij dus pas over een maand afspreken. Ik heb hem ge-sms'd dat ik hem niet meer hoef te zien. Ik ben er klaar mee. Klaar mee. Shit, wat moet ik nou doen? Ik kan echt niet naar die Rob teruggaan. Verpest ik het weer voor mijn zusje? Is dat... Ja. Het centrum. Vlakbij. Rob. Oh, oké. Rob, heb je even? Ja. Sorry. Ja, echt sorry. Ja, je dacht zeker dat Veronique mijn date was. Ja. Ja, kijk. Lotte is gewoon heel gek op je. En ze vond jullie date heel bijzonder. En toen, ja, dan zag ik Veronique staan. En toen dacht ik gewoon iets te snel. Ach ja, nou ja, ik heb Lotte nu ook op een hele andere manier leren kennen. Ja, maar zo is ze anders nooit, hoor. Mm-hmm. Shit, nou heb ik het dus helemaal voor Lotte verpest. Het is gewoon helemaal mijn schuld. Ze zoekt al zo lang een leuke man. Heeft alleen maar van die hopeloze gevallen. Dan vindt ze een leuke man. En dan doe ik dit. Interessant, hè? Nou, begint de film. Ze verschuift de aandacht van haar piekergedachten naar de film. Als het goed is, gaat ze er helemaal in op. Ontspant ze. En waar zijn dan haar problemen? Ja. Problemen bestaan alleen als je eraan denkt. Mm-hmm. Het boeiende van een film vind ik ook. Als je daarnaar kijkt, besef je dat alles simpelweg gaat zoals het gaat. Mm. Dus emoties gaan wel door, hè? Zoals... Ja, soms ben je bang of je voelt de romantiek of soms huil je zelfs. Mm-hmm. Alleen zonder verzet is er niks aan de hand. Je zou zelfs kunnen bedenken dat het leven ook een film is. Maar dat het verschil is dat wij als acteurs denken dat we verantwoordelijk zijn voor hoe de film loopt. Ja. Het script, onze tekst, onze gedachten, onze gevoelens en ons eigen gedrag. En als we dat denken, dan kunnen we niet meer... ons ontspannen overgeven aan de film, zoals die gaat. Vind je alleen maar een hoop gepieken en verkrampen, ja. Ik bedoel, stel je voor dat wij als de Muppets... Ja. Hè, commentaar gaan leveren op deze film. Ja, hè? En dan krijg je zoiets van... oh nee, dat gaat helemaal mis. Wat doet ze nou? Ja, neem even serieus, wat die net deed. Ja. Dat is echt niet slim. Nee. Dat gaat helemaal... Straks? Ja, zie je aan het eind van de film, komt het terug. Dat gaat helemaal mis, ja. Serieus. Ik snap ook niet dat je op een gegeven moment... Hij weet toch dat zij niet te vertrouwen is. Nee.
Dat is echt super stom. Ja, dat is heel, echt een stomme fout. Kun je dan misschien alsjeblieft 1 seconde jullie mond dicht houden? Jullie verzieken de hele film. Ik hoop alleen niet dat het sms'je veel kwaad heeft gedaan. Wat denk jij? Gaat God dan nog eens bellen? Kom, we gaan wat drinken. Kom. Vind je nou niet raar? In de film gaat van alles mis. Daar kon ze echt van genieten. En aan deze kant roept het meteen weer spanning op. Ja. Moet jij eruit? Doe maar 8 uur. Hoe laat ga jij eruit? Ik heb toch een vrije dag morgen. En waarom plan je die nou niet gewoon dat ik ook vrij ben? Jij was ook vrij. Maar het afscheid van Erika komt ertussen. Oh ja. Nou, doe dan maar 7:30. Dan kan ik nog morgen onder de douche mijn haren wassen. Ja, wat jammer. Anders hadden we iets leuks samen kunnen gaan doen. Ja. Alleen Diana die plant dan weer net die afscheidsreceptie op een dag dat de meeste mensen gewoon vrij zijn. Ook alleen maar omdat het daar beter uitkomt. En dan moet ik het weer organiseren. Volgende keer zeg ik echt nee. Ik ben op dat moment zo zat. Staat die echt op 7:30? Ja. Echt? Ja. Wat rust. Wat rust dan. Trusten. Even denken hoor, dan moet ik morgen om 9:30 bij de zaal zijn om te kijken of alles goed staat. Erika komt om 10:00. Ik moet trouwens niet vergeten om te vragen of de beamer aangesloten kan worden. Hoeveel mensen zullen er komen? 20? 30? Als ze allemaal komen, dan zijn het er 50. Dan moeten we wel snel stoelen bij kunnen zetten. Nou ja, anders gaat de helft maar staan. Dat is misschien trouwens ook veel leuker. Nou, zal Diana wel weer commentaar op hebben? Kreng. Ik moet morgenochtend, voordat ik naar de zaal ga, niet vergeten de bloemen op te halen. Dat moet ik echt niet vergeten. Kom, Suus, slapen. Anders ben je morgen niets waard. Verdomme, ze zouden nog terugbellen of er een draadloze microfoon aanwezig was. Shit, helemaal vergeten te checken. Nee. Ik ga slapen. Slapen. Ik neem morgen mijn eigen laptop wel mee. Dan kunnen ze de beamer daarop aansluiten. Als die beamer het tenminste doet. Het zat gedoe met die dingen. En, gaat het lukken? Ja, ik zit nog even met het probleem met ja, de kabel. Ja, maar volgens mij moet hij hier of hier in. Nee, hij moet echt aan de rechterkant. Ja. Dus, maar ik weet het op dit moment ook even niet. En ik ga even proberen om het op te lossen. Laat me nog maar even kijken. En dan komt het wel goed, denk ik. Eigenlijk nog plassen. Waarom drink ik dan nog zo laat 2 glazen wijn? We hadden trouwens beter op een andere avond naar de bios kunnen gaan. Nu is het alweer zo laat. Shit, al bijna 9:30. Over 7:00 loopt de wekker alweer af. Ik heb echt geen zin om te gaan plassen. Zal ik eruit gaan? Nee, ik val wel weer in slaap. Ah, verdomme. Als de cabaretier maar wel leuk is. Ja, ik had ook naar een optreden van hem moeten gaan. Zijn filmpjes op YouTube waren wel leuk. Als hij maar niet te grof is. Straks lacht er niemand. Ja, dan heb ik het weer gedaan. Ach, Suus. Zijn boekingsbureau zei dat hij dit vaker deed. Oh, ik moet nou echt gaan slapen. Anders ben ik morgen kapot. 9:30. Dan heb ik nog 7 uurtjes. Dankjewel, Erika. Dank voor je mooie woorden.
Wij weten allemaal dat jij van humor houdt. En daarom hebben wij een cabaretier uitgenodigd. Mag ik jullie hartelijk applaus voor Guido Weijers. Hallo allemaal, leuk dat ik hier ben. Klein dingetje vooraf, ik ben misschien moeilijk te verstaan. Dat komt omdat Suzanne 2 weken lang al een reserve microfoontje belooft. Maar Suzanne, zo'n ding heet een revers microfoontje. Vrouwen en techniek. Maar dat vind ik niet erg hoor, want ik vind dat vrouwen ook in het bedrijfsleven moeten werken. Hè? Het bedrijf moet ook gepoetst worden. Erika, hoe oud ben je als ik vraag mag? 45? Ja, oh, je bent ook echt 45? Oh, nou, zou je niet zeggen. En, of zou je wel zeggen, want ik zei het net, maar uit fatsoen zeg je dan bij een vrouw, nou, dat zou je niet zeggen. Mijn vriendin die wil ook altijd jonger eruit zien. En die is 30 nu. Zei ze, nou Guido, je vindt me zeker veel te oud eruit zien. Je houdt zeker niet meer van me als ik ouder word. Ik zei, nou, ik ben geen archeoloog. Doemscenario's, hè, Arold? De Muppets zijn daar dol op, hè? Ja. Die leven echt bij hoe gaat dat straks? Waar gaat dit naartoe? Komt het wel goed? En als je dus al die informatie van die Muppets serieus neemt, dan leidt dat al snel tot controlezucht. Wil je alles in de hand houden? Ja, alleen als iemand iets moet organiseren, ja, die zegt toch, het is toch belangrijk dat je van tevoren alles plant? Ja. Ik ben niet tegen plannen. Als plannen gebeurt, dan is dat wat er gebeurt. Maar als de oorzaak van plannen angst is, dan is het A al niet leuk meer om te plannen. En het zal vrij snel weer leiden tot controlezucht met de verkramping die daar weer bij hoort. Ja, het is ook echt zo, hè, dat al die muppets in ons hoofd, al die piekengedachten maken dat we verkrampen. Het schijnt zelfs zo te zijn dat je brein weet niet het verschil tussen wat waarheid is en fictie. Dus op het moment dat je identificeert met leugens in je hoofd, gebeurt er hetzelfde op fysiek niveau en zal je zelfs letterlijk kunnen verkrampen daardoor. Kunnen wij controle uitoefenen op die piekengedachten? Mm. Dat is een leuk idee, hè? Ja. Ik denk als het zo was, zou ik alleen maar hele prettige gedachten hebben. De controle is een illusie. Ja. Het is zelfs zo dat als we in staat zouden zijn om al onze gedachten van de dag aan het eind van de dag uit te printen, zal het een hele opgave worden om er een aantal functionele gedachten in te vinden. Ja. 95% of meer is een soort ruis. En als je die ruis serieus neemt en je ermee identificeert, dan kan het niet anders dan dat je dus leeft met spanning, angst, verwachtingen, verlangens, machteloosheid en noem het maar. Wat zal ik nou vandaag weer eens aandoen? Ik heb ook echt helemaal niks om aan te trekken. Goedemorgen, schatje. Hey, goedemorgen. Wat zal ik vandaag aandoen, Tom? Dat roze blouseje. Wat je net gekocht had? Daar heb ik al zoveel aan gehad. Laat maar, ik kijk zelf wel even. Oh, ik doe dat blauwe truitje al aan, wat ik laatst met Lotte heb gekocht in de stad. Dat moet hier liggen. Ik heb het hier op die stapel gelegd. Oh, nee. In de droger ligt dat. Ik ben dat vergeten. Oh, Tom! Niet weer!
Je weet toch dat mijn truitjes krimpen, die mogen niet in het droge. Verdomme, kan ik die ook alweer weggooien? Ja. Sorry. Ja, daar koop ik nou helemaal niks voor. Ga nou maar. Arold, als je deze situatie nou analyseert, wat valt jou dan het meest op? Dat is wel een goede vraag. Het inzicht wat bij mij vooral opkomt is dat je nooit een truitje in een droger moet doen. Nee, precies. Wat een idioot. Goedemorgen. Goedemorgen. De stoelen staan al. Ja. Het ziet er goed uit. Hi. Willem. Hi, Suzanne. Ah, Willem, ben jij van de techniek? Ja, dat klopt. Jij zou mij gisteren terugbellen over de draadloze microfoon. Nee, sorry. Ik heb alleen maar een beamer aangesloten. Ja, maar ik had ook een draadloze microfoon besteld en iemand zou me erover terugbellen. Ja, ik weet daar niks van. Weet je nog wie dat is geweest dan? Nee, die naam weet ik niet meer. Het was iemand van de receptie. Oké, ik ga even kijken in de e-mail. Ja, doe maar. Een draadloze microfoon. Ja, en? Heb je hem? Nee, echt alleen een beamer. Meen je dat nou? Ja. Ja, en nu nog een draadloze microfoon regelen, ja, dat gaat echt niet meer lukken. Ja. Hi. Hey. Mag ik een glas water, alsjeblieft? Ja. Verdomme. Als ik nou gisteren gewoon even had gebeld, dan hadden ze nog iets kunnen regelen. Zullen ze wel weer zeggen. Geen microfoon? Echt zo'n Suzanne-actie. Zo'n technicus kan toch ook zelf wel verzinnen dat we een microfoon nodig hebben. Hey Suzanne. Hi. Hi. Nou, het ziet er prachtig uit. Ja, we hebben de stoelen al klaargezet. Licht hangt. Ja, ik heb alleen geen draadloze microfoon. Oh. Ja, die technicus hier die heeft zijn zaakjes niet op orde, dus ja, nu zitten we zonder. Nou, dat komt toch goed? Ik bedoel, het is maar een klein zaaltje en een klein clubje mensen. En dan moet ik ook wel eerlijk zeggen, dan vind ik het zonder microfoon eigenlijk net zo intiem. Dus kom goed. Ja, dat is eigenlijk ook wel zo. Dat zie je toch vaker, Jan, dat als er iets misgaat, dat mensen gelijk schuld gaan afschuiven of smoesjes verzinnen? Ja, wat je eigenlijk ziet is dat we kwetsbaar zijn. En die kwetsbaarheid, die verhullen we. Dat is te eng dat dat gezien wordt. Dus we gaan vechten ermee, of we vluchten, maar we vermijden eigenlijk het voelen. Ja, we vermijden eigenlijk onze status quo van kwetsbaarheid. En om dat te laten zien, dat is gewoon eng, want de maatschappij die rekent er eigenlijk keihard mee af. Dus we hebben geleerd om dat niet te doen. Dus we hebben allerlei verdedigingsmechanismes opgebouwd om maar te verhullen dat we zo kwetsbaar zijn. Kwetsbaar zijn, precies. Die kwetsbaarheid is eigenlijk onze status quo. En dat is gewoon te eng voor ons. En we zijn, als we niet oppassen, de hele dag bezig met de verhulling. En dat is eigenlijk zonde. Nou, mensen die zoeken of die naar zichzelf willen, zoals genoemd door die zijn. Eigenlijk die verhulling zat. Ja. Meer niet. Dat is spiritualiteit. De verhulling zat zijn. Hey, Suzanne. Hey, Diana. Hey. Nou, het ziet er best aardig uit hoor, zo die zaal. Ja, nou, ik ben zelf ook heel erg tevreden. Ja. Ja, ik was samen met mijn man afgelopen week bij een receptie. En dat was in een kasteel. Net over de grens met Duitsland. Duitsland? Dat was echt prachtig. Helemaal aan het water en dan keek je uit op... Jeetje, wat ziet zij eruit, zeg. Wat overdreven. Dat ziet er toch niet uit. Die jurk. Echt over de top. Ook alleen maar omdat ze zo'n rijke... oude vent aan de haak heeft geslagen. 16 jaar ouder. Oeh, is dat niet normaal? Ik moet er niet aan denken om met zo'n kerel in bed te liggen. Dat vind je niet? Sorry? Oh, jammer. Ja, ik mag Erika heel graag. Hey, is er straks nog een lunch? Ja. Nou, Erika doet eerst het verhaal en dan komt er een cabaretier en dan sluiten we gezamenlijk af met een lunch in de zaal hiernaast. Oh, nou prima, want ik moet uit dat ik om 1:00 weg. Nou, de lunch staat nu gepland om 12:30. Dan kun je misschien wat broodjes meenemen of je eet niet, of later. Hey, Stefan. Hey, Diana. Ja. Dat bezig zijn met je zelfbeeld, hè? Dat is inmiddels voor veel mensen wel een fulltime baan. Ja, dat is een fulltime baan geworden. Een slecht betaalde baan, maar een fulltime baan.
We zijn daar de hele dag druk mee. En als je goed kijkt, dan is dat zelfbeeld niks anders dan een idee. En dat idee, dat kan een negatief idee zijn of een positief idee. En dat gaan we cultiveren, spiritueel of psychologisch of met macht of met status. En het wonderlijke is, niets helpt. Wij denken dat er een soort mannetje in ons hoofd zit, ja. Die wij dan ik noemen. Met een vrije wil. Met een vrije wil en die moet ook nog zorgen dat hij goed genoeg is. Ja. En dat doen ze ook door op anderen af te geven. Ja. Moet die juiste keuzes maken, de juiste hypotheek, het juiste schuttingje bij de gamma, de juiste marmot bij de dierenwinkel. Maar wat je ook hebt, het is altijd net niet. Het is net niet. Dank jullie wel allemaal voor jullie inzet al die jaren. Ja, ik vond het gewoon een feest om met jullie te werken. Ik ga jullie missen. En ik wens jullie het allerbeste. Dank je wel. Dankjewel, Erika. Dank voor je mooie woorden. Wij weten allemaal dat jij heel erg van humor houdt. En daarom hebben wij een cabaretier uitgenodigd. Mag ik jullie hartelijk applaus voor Guido Weijers. Dankjewel. En allereerst wat een eer dat ik hier mag zijn. Dankjewel, Suzanne, voor de goede zorgen. Erika, jij neemt afscheid. En wat ik normaal gesproken altijd doe... is even het krantje van vandaag erbij pakken. En er stond vandaag iets zo leuks in, dat moet ik even met jullie delen. Ja, gewoon omdat het bericht was zo absurd. Maar dat zult u vanzelf zien. Even kijken waar ik hem heb hoor. Ja, hier. Heel raar berichtje. Doven hebben geen seks. Maar let op hè. Hier. Leiden. Aan de medische faculteit van Leiden is onderzoek gedaan naar het seksgedrag van gehandicapten. Het meest opvallend resultaat is het seksgedrag van doven. Doven schijnen geen seks te hebben. Erik de Bond, schrijver van de scriptie, geeft als voornaamste reden aan... seks? Daar hebben ze nog nooit van gehoord. Zo bleek uit een telefonische enquête. Erika, ik heb gehoord dat jij eerst een tijdje van je vrije tijd gaat genieten... en daarna weer hard aan de slag gaat... ik heb zelfs gehoord dat je naar Egypte gaat. Ik ben er zelf ook wel eens geweest. En ik ben naar de piramides geweest. En ik heb daar zo'n rondleiding gedaan. Heb ik gekregen daar van zo'n archeoloog. Het zou heel raar zijn als ze echt een choreograaf zo'n rondleiding zou geven. Hè? Nou, dit zijn de piramides. Maar ik kreeg zo'n rondleiding. En we stonden op een gegeven moment bij skeletten. En die man zegt zo, nou, dit zijn de mannelijke skeletten, dit zijn de vrouwelijke skeletten, ze zijn meer dan 4000 jaar oud. Nou, we lopen even verder. Ik zeg, ho, meneer de archeoloog. Hoe kun jij het verschil zien tussen een mannelijk en een vrouwelijk skelet? Die dingen zijn 4000 jaar oud. Wat is nu het verschil tussen een vrouwelijk en een mannelijk skelet? Hoe kun je dat zien? En toen zei hij, nou Guido, dat kunnen we heel makkelijk zien. Dat kunnen we zien bij de aanhechting van de kaken. Bij de vrouwen zijn die versleten. Jarenlang hard gewerkt op dit bedrijf. Waarom houden we nou zo van lachen? Omdat de verhulling wegvalt. Ja. Dat is bevrijdend. We hoeven even niks op te houden. Een zaal is dan even één. De zaal wordt één. En het is ook al het gepieker in je hoofd... met al die projecties naar het verleden, toekomst. Als je lacht, waar zijn ze? Ja, precies. Ik noem dat je dan gefocust bent op een eenpuntig bewustzijn... Met een eenpuntig bewustzijn, daar bedoel ik eigenlijk mee... dat je met iets bezig bent wat al het andere doet wegvallen. Bijvoorbeeld als je berg beklimt en je bent halverwege de K2 of de Mount Everest... Mm-hmm. En ze zeggen tegen je, joh, jij had toch bonje met je schoonmoeder? Dan denk je, jezus, dat heb ik nou even... Het valt weg. Ja. Dus met autoracen of ook met verslavingen... dan zie je dus dat het eenpuntige bewustzijn de rest doet wegvallen. Ja. De verhulling valt weg. Daarom is het zo verslavend, eenpuntig bewustzijn. Daarom zoeken we vaak iets waar we alleen mee bezig zijn. Druk, want dan voelen we niet de andere dingen. Eigenlijk kan je nu enthousiast zijn zonder dat eenpuntige bewustzijn te zoeken. Ja. Die verhulling die kan eigenlijk altijd al wegvallen. Ja. Het was hartstikke leuk. Ja, vond je het leuk? Ja, ik had er alle vertrouwen in. Ja, ik vond het echt helemaal geweldig. Super. Ik vond het ook heel gezellig en... top georganiseerd. Ah, ja, nou, dankjewel. Mag ik je zoenen? Tuurlijk.
En die zijn voor jou. Oh, super. Je krijgt een mooi plaatje thuis. Nou, mooi. Dankjewel, hè. Okay, jij ook. Hoi. Dag. Papa er toen achteraan dook. Ja. In zijn onderbroek. Mama nog boos. Ah, die cabaretier had echt goede grappen, hè? Ja? Ja, hij had zo'n grap van... Oh ja, ik weet het meer. Dat je aan een skelet kunt zien of het een man of een vrouw geweest is. Omdat ze bij een vrouw verder zijn afgesleten. Wat? Ja, de kaken. Omdat vrouwen zoveel praten, zeg maar. Nou, je had erbij moeten zijn. Ja, misschien wel, ja. Nou. Hé, hey, maar die cabaretier, die maakte echt nog wel mij een compliment. Want die zei van, dat hij vond dat ik die dag zo goed had georganiseerd. Oh, echt? Echt waar? Ja. Wauw, dat is goed, man. Ja, ja. Dat is leuk. Goed gedaan. Ja. Hé, hey, heb je nog iets van Rob gehoord? Nee. Ja, ja. Via WhatsApp dan. Oh, en? Wat schreef hij? Ja, heel vaag. Hij wil nog steeds met mij naar dat concert van Bluff, weet je wel, volgende maand. Maar niet iets van, zullen we dit weekend iets leuks gaan doen? Ja, misschien gaat het voor hem gewoon een beetje te snel. Nee, en soms stuur ik hem een bericht. En dan antwoordt hij dus een hele dag niet. Oh. Tja. En hij vindt me vast opdringerig. En dan ook nog die leuke actie van jou eroverheen. Ja, ik kon toch niet weten dat het zijn halfzus was? Nee. Nou, goed. Weet je, ik ben dan ook gewoon heel erg impulsief, weet je. En als ik dat berichtje niet had gestuurd, dan had hij nu misschien niet zoveel afstand bewaard. Ja. Maar je hebt het natuurlijk wel gestuurd. Ja, dus? Nou, dan, dan is dat dus hoe het is. Ja, dat is wel zo makkelijk om zo te denken. Ja, dat klopt. Hij maakt zich echt helemaal nergens druk om, hè? Dat klopt ook. En toch... Weet je, dit relaxen, ik zou dat dan ook wel eens willen. Hoe doe jij dat? Dat doe ik niet. Alles gaat vanzelf. Nou, ik moet er van alles voor doen. Moet die boom iets doen om te groeien? Nee. Nee, dat gaat vanzelf. Ja, precies. En wat jullie doen, gaat ook vanzelf. Dus alles is eigenlijk is energie. En die boom en het gras en de lucht is eigenlijk allemaal hetzelfde spul, hè, Roland? Ja, dat klopt. Het bestaat allemaal uit moleculen. En die moleculen die bestaan dan weer uit atomen. En die atomen die bestaan uit subatomaire deeltjes. Ja, nou hebben natuurkundigen die hebben gekeken van... ja, wat zijn die subatomaire deeltjes dan? En dan blijkt eigenlijk dat ze helemaal geen omvang hebben. Nee. Ja, dus ze hebben helemaal geen omvang. Ze zijn eigenlijk helemaal niets. Dus je kunt zeggen, alles is energie... Maar als je daar dieper op ingaat, dan lijkt het dat het niets is. Terwijl dit wel allemaal voor ons als werkelijkheid verschijnt. Ja, het is eigenlijk alleen maar een energieveld. Een energieveld wat alles omvat. En ja, op sommige punten is dat energieveld compacter. En dat ervaren we dan als vaste materie. Ja. En op andere punten is dat energieveld minder compact. En dat ervaren we dan als lucht. Maar het is allemaal één energieveld. Want ook kleur, er is eigenlijk geen kleur, hè? Nee, die kleur is alleen maar een ervaring in je hoofd. Want in werkelijkheid wat je waarneemt is elektromagnetische straling. En die elektromagnetische straling die heeft verschillende golflengtes. En die verschillende golflengtes, die wordt dan omgezet in ons hoofd als de ervaring van kleur. Okay. Maar eigenlijk is die straling gewoon kleurloos. Dus eigenlijk ziet de wereld er meer uit als dit? Ja, dat is inderdaad een benadering van de wereld zoals die werkelijk is. He, dat de ervaring van afgescheidenheid is een illusie die wordt gecreëerd door de zintuigen. En ja, we denken dat de wereld zo is zoals de zintuigen ons die voorschotelen, maar niets is minder waar. Het is eigenlijk één grote illusie die alleen maar werkelijkheid is in ons hoofd. En toch, dit, dan verschijnen we weer. Dat is wel handig voor de kijk. Maar zoals Einstein die zei al, hè, dat alles of de wereld is louter een illusie, zei het een zeer hardnekkige. Dat klopt. Ja.
Maar al met al zouden we kunnen zeggen, alles is energie in beweging. En het gaat allemaal zoals het gaat. Ja, precies. Kijk, dat gepieken van jullie, dat ontstaat doordat je denkt dat je jezelf bestuurt. Maar dat is niet zo. Hoezo denken? Ik bestuur mijzelf. Nou, dat jij nou zo bent gaan zitten en je arm zo doet en dit doet, daar heb je niet over nagedacht. Dat gebeurt gewoon. Ja, maar ik bepaal nu heel erg zelf dat ik zo ga zitten. Ja, dus het lijkt alsof je een vrije wil hebt. Maar hoezo het lijkt? Ik doe toch zelf wat ik wil, doe? Kies er dan maar eens voor om niet meer te piekeren over je prins op het witte paard. Ja, Tom, dat is anders. Ik bedoel, ik wil gewoon een kind. Ja, en een man natuurlijk. Huh. Ja. Nou, kies er dan maar eens voor om dat niet meer te willen. Ja, maar wij zijn vrouw, Tom. Onze kinderwens is biologisch ingebouwd. Aha. Dus dat ik kinderen wil, daar kan ik niks aan doen. Maar hoe ik daarmee omga, daar kan ik wel wat aan doen. En ik kan wel net zoals jij helemaal relax ontspannen achterover gaan zitten. Maar dan ben ik straks 40 en heb ik nog steeds geen man en kind. Precies. Ik moet wel actie ondernemen. Of denk jij dat ineens vanzelf bij Lotte een prins op het witte paard de huiskamer komt binnenwandelen? Dat zou wel handig zijn, ja, trouwens. Of dat de ooievaar zo poep een kindje kon brengen. Het bijzondere van de vrije wil vind ik dat het echt lijkt... Ja. Alsof jij ervoor hebt gekozen om zo te zitten. En dat ik er nu voor kies om met mijn handen te bewegen. Maar die vrije wil, als je die daarna op zoek gaat... Ja, dat ding is nergens te vinden. Hè? Dat klopt. Kijk, je hebt er niet voor gekozen wat je genetische aanleg is. Je hebt er niet gekozen in wat voor soort land je geboren wordt. In wat voor economische situatie. Er zijn allerlei dingen op je pad gekomen waar je niet voor gekozen hebt. Jij koos er nooit voor om 2,05 meter te worden? Nee, dat is vanzelf gegaan. Ja, ze gingen allemaal automatisch. Ja, zo gaat er ontzettend veel dingen gaan gewoon allemaal automatisch. Ja, en toch, heel veel mensen zijn het er wel mee eens. Hè? Aangeboren factoren, aangeleerde factoren, daar heb ik geen invloed op. Alleen de keuzes die ik maak, ja, dat doe ik wel zelf. Ja, maar dan kunnen ze tegenwoordig als het ware onder de motorkap kijken. Hè? Dat neurologen die kunnen zien van wat er nou echt in in de hersenen gebeurt. Ja. En ja, dan blijkt dat de beslissingen die wij denken te nemen, dat die op onbewust niveau al genomen zijn, voordat die beslissing in het bewustzijn zich manifesteert. Dus jij wordt je pas bewust van een keuze als die eigenlijk door het brein al gemaakt is. Ja, ja. Ja dat is het is een soort goocheltruc. Hè. Mensen denken dat ze zelf keuzes maken, maar in feite wordt alleen maar in het brein worden de keuzes die ze al gemaakt hebben, die verschijnen gewoon in bewustzijn. Ja, dus we zitten een beetje op zo'n Forrest Gump bankje. Ja. Dus je zou kunnen zeggen, life is like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. Ja, dat is vol met verrassingen. Nou, broodje dan maar. Heerlijk. Kaas erop? Ja, doe maar. Tom, jij ook? Ja, lekker. Oh, maar voor Tom hoef je niks te doen, hè? Dat broodje smeert zich wel vanzelf. Oh ja, ik ben benieuwd hoe lang dat broodje erover gaat doen. Wie smeert dat broodje? Ja, kom maar, dat doe ik wel. En wie is ik? Hoe bedoel je? Nou, wie je bent. Ik, Lotte. Nee, ik vraag niet hoe je heet, ik vraag wie je bent. Oh, hij krijgt best een filosofische baan. Nou, een vrouw? Nee, ik vraag ook niet naar je geslacht. Ik vraag wie je bent. Wie ben je? Nou, dit er. Wat is dat? Dit is mijn lichaam. Je zegt dit is mijn lichaam. Je zegt niet ik ben dit lichaam. Als je zegt dit is mijn lichaam, wie is dan het ikje van wie dat lichaam is? Je bent natuurlijk ook gewoon je lichaam. Ja. Haal ik je armen eraf? Ben je er dan nog steeds? Ja, natuurlijk. En dan haal ik je benen eraf? En dan blijft er alleen nog maar een romp over en een hoofd. Ben je er dan nog steeds? Ja. En dan je organen, die ga ik vervangen. Je hart haal ik eruit, je nieren, je longen. Die vervang ik allemaal door kunstmatige organen. Ben jij er dan nog steeds? Ja. Maar wie ben je dan? Je zintuigen. Maar stel dat je nou doof bent en blind en je kan niet meer ruiken en niet meer proeven en niet meer voelen. Ben je er dan nog steeds? Ja, dan ben ik er nog steeds. Maar
wie of wat is nou dat stukje ik, wat er dan nog steeds is? Dus wat moet ik er nog meer afhalen voordat je er niet meer bent? Ja, ik zit denk ik gewoon in je hoofd. Haal ik je neus eraf? Je oren? Ik scheer je helemaal kaal, ik haal je ogen bollen eruit. Ben je er dan nog steeds? Ja. Ja. Maar waar zit je dan verstopt? Ja, je hersenen. Aha, dus jij bent je hersenen. Nou, ik denk wel dat er een stukje ik verborgen zit in mijn hersenen. Oké, dus ergens in jouw brein, daar zit een heel klein vrouwtje met een stuur. Ja. Er zit geen ikje in je hoofd. In het brein ontstaat een ikgevoel en een ikgedachte. En daardoor lijkt het alsof je een ikje bent. Wie ben ik? Dat is natuurlijk een hele diepe vraag. Ik bedoel, ja. Het lijkt alsof jij bent ik, alsof we individuen zijn. Ja. Maar als je dat gaat onderzoeken, dan blijkt dat dat helemaal niet waar is. Maar toch zie je jezelf als een individu. Nou, kijk, dus in de loop van evolutie is er iets heel merkwaardigs ontstaan. Dat is eigenlijk gebeurd toen er dieren ontstonden die konden bewegen. Dieren die konden bewegen, die kunnen zich alleen handhaven als ze een gevoel van afgescheidenheid ervaren. Ja. Want als een dier geen gevoel van afgescheidenheid ervaart, dan zal hij ook niet gemotiveerd zijn om zich te verdedigen als er een leeuw langskomt. Precies, dus in dat opzicht is het heel functioneel dat je jezelf ziet, of in ieder geval het idee hebt dat je een afgescheiden wezentje bent. Ja, dat is heel nuttig. Dus eigenlijk wil jij zeggen dat ik niet besta? Nou, er is wel een soort, er is wel een verschijningsvorm, maar er zit niemand in. Dat is toch vaag? Ik ben dit toch? Draait de zon om de aarde? Nee, de aarde draait om de zon. Ja, maar toch lijkt het alsof de zon om de aarde draait. Dus wat je ervaart is precies tegenovergesteld aan wat zo is. Je denkt dat er iemand is. Maar eigenlijk is er niemand. Niemand. Er is niemand. Oh, Suus, sorry, maar volgens mij wordt hij echt binnenkort opgenomen in een of ander gesticht of zo. Mag ik nog wat drinken? Ja. Dus jij wil zeggen dat ik met niemand samenwoon? En weet je, als je het niet heel erg vindt, ga ik wel op zoek naar iemand die wel bestaat. Hé? Tom, even serieus. Wat heb ik er nou aan om dit allemaal te weten? Oh, ja. Kijk, als je doorziet dat alles gewoon zo is als het is, dan hoef je er dus niet zo druk om te maken. Ja, en als je je wel druk maakt, dan is dat hoe het is. Hey John. Hey Sergio. Hey man, hoe vind je hem? Ja, een mooi bakje. Zo, heel mooi. Mooi hè? Ja, gelukkig is het een cabrio. Ja. Ja, ik heb deze echt altijd al willen hebben. En als jullie het leuk vinden, kunnen we een keer een ritje maken hoor. Ja, leuk. Ja? Ja? Goed. Kom. Ja. Okay. Wie weet ooit als het gaat lukken allemaal. Ja, precies. Hey. Jij trouwens al ontslag. Hey, Suus. Ontslag? Nee, nog niet. Hoezo niet? Ik zeg toch, ik interesseer je binnen mijn netwerk. En... Oh? Ja. Ik heb nog twee klussen nodig, dan kan ik het financieel een beetje bijbenen, denk ik. Nee, je moet risico's nemen, jongen. Ja, hoe denk je dat ik mijn bedrijf van de grond heb gekregen? Je moet gewoon vol overtuiging erin duiken, investeren en ervoor gaan. Hé, hey, succes is een keuze, hè? Zou het? Nou, als je positief bent en je gelooft er echt in, dan komt het echt wel goed. Precies. Mm-hmm. Ja. Voor hard werken, dat is het. Nou, ja. Wie weet. Misschien, ja. Ja, gewoon jongens, doen. Weer. Ja. Nou, zullen we een balletje gaan slaan? Yes. Ja, leuk. Nee, wel een wedstrijdje, toch? Ja, het regent nog wel, joh. Ah, dat maakt toch niet uit, joh. Hey, dan ga ik wel met Yvonne. Die kan tenminste een aardig balletje slaan, hè? Ja, ik zou met Yvonne. Ah, joh, doe niet zo moeilijk. Ik kan toch wel even een potje met, hè? Maakt mij niet uit. Hey, Yvonne. Weet je wat ik de afgelopen week heb gekocht? Nee. De Wilson Pro Staff 6. Oh? BLX 2 versie, hè? Jo.
En Roger Federer speelt daar ook mee, hè? Echt waar, joh? Ja. Hey, adviesprijs was 72, maar hoeveel denk je dat ik hem kon krijgen? Geen idee. 200 euro. Nou, 240, maar dat was wel inclusief de bespanning. Hele dure, zegt Kattendarm. Nou, ik vind het wel mooi, Rickert. Oh nee, dit is hem niet. Nee. Nee, die Wilson die gebruik ik alleen voor echte wedstrijden. Halffinale, finale, weet je, toernooien. Ja, ja. Hey, vandaag gewoon even met Yonex. Oké. Okay. Zullen we? Ja, ik ga wel scheidsrechteren. Ja, toch? We zijn ons gaan identificeren, hè, van ik ben mijn lichaam of ik ben mijn karakter. Maar bij mens lijkt het wel een heel verlengstuk te zijn, want ik ben mijn auto, ik ben mijn tennisracket. Maar het is allemaal een beetje een grap, hè? Ja, zou je wel kunnen zeggen. Ja, met zoiets ontstaat waarschijnlijk uit een conditionering. Stel dat je dus door je ouders veel geprezen bent om, vanwege prestatie. En, of dat je dus werd bekritiseerd voor wanprestatie. Dan kan het zijn dat je dus die materiële kant kiest. Ja. Omdat er dan van je gehouden wordt. We zijn wel vaak ons hele leven bezig om maar middels spullen of iets behalen, bevestigd te krijgen dat we oké zijn. Als jij niet goed genoeg bent, je hebt die conditionering opgelopen, dan moet je daar iets aan doen. Dus dan moet je dus tonen dat jouw manifestatie de moeite waard is. Huh? Dus dan ga je grote materiële dingen nastreven. Maar in wezen is het vanuit een minderwaardigheidscomplex waarschijnlijk, omdat je ouders steeds gezegd hebben, je bent pas wat. Als je dus het goed doet, dan... Ja. Maar het is al goed. Het is al goed. Ja. Het was hartstikke in. Sergio, die was echt in. Stef, hier jij maar. Stef, hier maar. Hey, dat was gezellig dinsdag, hè? Ja, maar ik heb jullie wel laten winnen. Ja, echt wel. Oh. Hey, hè? Hij is goed. Jij mag het uit voor jou. Oh, jij mag niet mijn rijden. Oké, hè? Yes. Twee keer raakt. Je raakt hem twee keer, punt van. Hey, serieus, je zag het toch? Je raakt hem twee keer. Kijk zo, dit is gewoon niet waar. Even let, jongens. Ja, maar ik vind dat je ontzettend zit te zuipen. Nee. Hey, zullen we even kappen? Kappen? Ja, het is gewoon veel te glad. Ik had helemaal niet de goede schoenen aan ook. Nee, kom op, het is veel te glad. Ik glij gewoon helemaal uit hier. Kom op, we stoppen even. Het is echt niks. Ah, koud. Moest je nou zo nodig met Sergio tennissen? Hoezo? Ja, hoezo? Ik dacht dat wij samen zouden tennissen, maar dan laat je overhalen door hem. Ja, dat deed ik voor jou. Hij is degene die jou kan helpen om dat bedrijfje van je eindelijk eens een keer van de grond te krijgen. Jij doet het voor mij? Je gaat een ander tennissen voor mij? Moet niet gekker worden. Hé, hey, luister eens even. Ik weet best wel dat jij met die meiden tennist, hoor, als ik er niet ben. Dus, Dat is hooguit twee keer voorgekomen. Oh. Bovendien, ik maak zelf uit met wie ik tennis. Ja, ik ook. Dus. Nou ja, je vindt Sergio een sukkel eerste klasse, dan ga je... Ik snap hem. Jaloezie, hè, Joe en Nika. Je ziet het wel vaak, maar hoe ontstaat dat? Nou, in dit geval is het zo dat angst voor een verlies van liefde die jaloezie veroorzaakt. Ja, je voelt eigenlijk een bepaalde eenheid met de persoon met wie je bent. Ja. Alleen heel vaak gaat dat gepaard met gelijk een angst voor het verlies daarvan. Ja, en dat is ook vaak zo, hè? Dus in 9 van de 10 keer gaat dat natuurlijk. Nou ja, dus dat golft. Ja, je ziet er wel vaak dat mensen gemaakt gedrag gaan vertonen of wat gaan manipuleren. Ja. Alleen maar om die ander, of toch op een geforceerde manier, bij zich te houden.
Ja, je gaat. Er zijn maar twee mogelijkheden. Of je zorgt dat die ander zich aan jou aanpast om die eenheid te handhaven. Of je past jezelf aan. Ja. Maar ja, dat gaat op den duur toch wreken hoor. Het allerliefst wil je gewoon dat er van je gehouden wordt zoals je wint. Oh, je mag niet lachen. Oh, ja. Oh, ja. Oh. Ah, lekker, dank je. Een rondje voor mij. Oké. Heb je nou dat boek al gelezen, The Secret? Oh, dat boek over positief denken? Ja. Nee, nog niet. Het is echt geweldig. Het gaat allemaal over de law of attraction. Met je gedachten stuur je de kosmos en kun je dus alles bereiken wat je wilt. Zoals wat? Alles, succes, gezondheid, relaties. Ja, als je dus iets wil en je blijft dat uitzenden, dan wordt het werkelijkheid. Ja, maar Lotte wil al heel lang heel graag een relatie. Maar het werkt niet echt. Ja, dan neem maar bijvoorbeeld Sergio. Die wilde 5 jaar geleden een ICT-bedrijf. En die is er toen helemaal voor gegaan. Die is nu wel miljonair. Ja, en hij wilde net heel graag winnen. Of werkte zijn trucje toen niet? Soms kost het gewoon even tijd voordat het werkt. Zoals jij al jaren zegt dat jij 5 kilo wil afvallen. En dat het ook niet echt lukt. En John? John was toch gestopt met drinken? Geintje. Ja, je hoort heel vaak, hè, en er zijn ook heel veel boeken over geschreven, de kracht van positief denken. Ja. Maar gedachten, ja, creëren wij die? Nee. Je ontvangt een gedachte. Ik heb wel eens een mooie gedachte. En dan denk ik, nou, die mag wel blijven, hè. Maar die gaat zonder mijn toestemming weg. Ja, hij kwam ook zonder jouw toestemming. Dus gedachten ploppen op en of het dan een positief of negatief is, is weer een gedachte. Juist. Het zijn allemaal concepten. Ook het idee dat je iemand bent is een gedachte. Maar die heeft wel recht van bestaan, zeg maar, omdat die gewoon er is. Ja. En daarna is hij weer opgelost. En dan komt er weer een andere gedachte. Maar je ziet heel vaak dat er een bepaalde kramp is, hè? Want je bent geïdentificeerd met van alles. Je hebt controlezucht, een zelfbeeld in stand te houden. Dus je zoekt een uitvlucht. En dus nemen we de toekomst van, nou, als we daar dus dat behalen of dat verkrijgen, ja. Nou, dan zal ik eindelijk die rust vinden. Ja. Maar dan zijn we daar en dan? Ja, ja, dan is dat maar tijdelijk eventjes, want het gaat weer ook weer weg. In de wereld van de personen. Daar doet zich eigenlijk 1 probleem voor, tenminste wat problemen geeft. En dat is dat je iets weg wilt hebben wat er is. En dat wat er niet is, dat je dat juist wilt hebben. En daaruit ontstaat die positieve projectie, dus naar de toekomst. Ja. Maar weet je, de toekomst en het verleden bestaan helemaal niet. Nee, je moet het echt... Zeg, hebben jullie nog een beetje naar je zin hier zo? Ja hoor, prima. Ja? Hey, wil jij nog een lekkere drankje voor mij? Nee, dank je. En als ik jou was, zou ik ook niks meer nemen. Ah joh, neem een lekker drankje van me. Ik zeg toch nee? Sergio, kap even nu. Blijf van me af! Hey, Sergio, zo is een keer genoeg. Wat doe je? God, ik vraag gewoon of ze wat te drinken willen. Dat is ja, alles, ze zegt toch dat ze het irritant vindt. Oh, ja. En jij wil mij nou gaan tegenhouden of zo? Woehoe. Nou, misschien. Maar even jou een sukkel. Oké. Kom. Kom. Oké. Dank je, schat. Weet je wat ik niet snap? Volgens jou kon Sergio dus vandaag niets anders doen dan wat hij deed. Ja, dat klopt. Hij kon er niks aan doen. Maar waarom greep je dan toch in? Ja, ik kon er ook niks aan doen dat ik deed wat ik deed. Ah, ja. Ik ben wel benieuwd trouwens hoe Sergio zal reageren als we hem volgende keer weer zien. Een excuses lijkt me wel op zijn plaats. Al zal je zien dat meneer zich nog arroganter gaat gedragen. Al ga ik hem wel zeggen dat ik er niet van gediend was. En als hij volgende keer... Wat? Wat is er nu? Huh? Nu? Hoe bedoel je? Nu. Op dit moment. Je bedoelt hier? Ja, gewoon. Jij en ik. Een slaapkamer. En een bed. Juist. Dat is er nu. En nu gaan wij lekker slapen.
Mensen zijn altijd gefrustreerd over wat er in het verleden is gebeurd. Ze zijn allemaal bang voor wat er in de toekomst kan gaan gebeuren. Alleen verleden en toekomst bestaan helemaal niet. Is het niet altijd nu? Ja. Verleden en toekomst bestaan misschien alleen maar in gedachten. Gisteren was het nu, morgen is het nu en ook volgend jaar zal je alles ervaren vanuit het huidige Tom, hier en nu. Ja. Wie zijn die mensen steeds die overal maar opduiken? De Muppets. Muppets? Ja. Die overal commentaar opgeven. Van de Muppet Show. Die twee oude mannetjes op het balkon. Stadler en Waldorf. Ah, die twee. Ja. Die steeds overal commentaar opgeven. Ja. Ah. Ja. Ah. Ja. Die moet je gewoon negeren, joh. Die zijn elkaar allemaal onzinverhalen aan het vertellen. Gewoon laten zitten. Kom, ga slapen. Zij zien het echt helemaal.
Geweldig. Waanzinnig. Hier ben ik ook heel blij mee, jongens. Deze. Oh ja, maar dit is echt jouw kleur. Ja, hè? Echt geweldig. Hé, hey, dames, en al die nieuwe spullen. Dat is toch helemaal te gek? Helemaal heerlijk. Dankzij de creditcard van Tom. Ja. En we konden er helemaal niets van doen. Nee, ging helemaal vanzelf. Ja. Jammer.